Welkom bij de podcast Luisteren over lezen van Actief Leren Lezen. Mijn naam is Dick van Gooselige. In deze podcast praat ik met Geke van Velzen, directeur-bestuurder van de Stichting Lezen en Schrijven. Met haar heb ik het onder andere over hoe belangrijk het primair onderwijs is in het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen om laaggeletterdheid te voorkomen. En verder vertelt groepsleerkracht, taalcoördinator en leesspecialist Helen Rijgaard in haar column over de toegevoegde waarde van samen lezen. Geke, welkom in deze podcast. Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten, zoals dat in goed Nederlands heet. Welke rol heeft nou dat basisonderwijs in het aanleren van basisvaardigheden als lezen en daarmee in het voorkomen van laaggeletterdheid? De basisschool, het primair onderwijs, legt natuurlijk gewoon het fundament. Niet alleen voor je houding ten opzichte van leren in het algemeen. Ben je bang om je nieuwe dingen eigen te maken? Maar natuurlijk ook echt gewoon als het gaat om het technisch lezen. Ben je in staat om gewoon snel een tekst door te gronden? Daar begint het natuurlijk toch mee, alvorens je enthousiast kunt worden van literatuur of van lezen in algemene zin. Dus je kunt natuurlijk zeggen dat... Ja, primair onderwijs, daar begint het gewoon mee. En vanaf dat moment ben je eigenlijk aan het repareren als het daar niet goed is gegaan. Ja, en hoe is het daarmee gesteld dan? Als ik dat even moet recht op de vrouw afvragend. Het basisonderwijs in Nederland was altijd van heel erg hoog niveau. En we zien in de afgelopen decennia dat gewoon steeds een heel klein beetje afzwakt. En je kunt natuurlijk naar allerlei specifieke data gaan kijken... Als het gaat bijvoorbeeld naar gewoon het niveau van lezen. Wat hebben 12-jarigen nou echt geleerd in die afgelopen hele basisschoolperiode. Maar het gaat ook om schrijven, gaat ook om rekenen. Dan zie je dat gewoon steeds een heel klein beetje terugloopt. En dat kijk je bijvoorbeeld naar lezen. Dan gaat dat niet alleen over het aantal leerlingen dat op het gewenste niveau. Dus we noemen dat het streefniveau. Uiteindelijk beland, maar ook op het minimale niveau, is dat eerlijk gezegd behoorlijk zuinig. Maar ook op de excellente lezers zien we dat gewoon het aantal leerlingen dat excellent leest, terugloopt. Maar hoe komt dat? Waar hebben we welke afslag hebben we gemist? Ja, daar is heel veel verschillende factoren zijn daarop van invloed. Dus het gaat enerzijds natuurlijk heel erg over dat we in een andere tijd leven... waarin heel veel afleiding is van gewoon digitale mogelijkheden... de ontzettende informatiedichtheid, waarom het moeilijk is om kinderen echt tot diep lezen te brengen... langere teksten te krijgen. Maar het gaat ook over de manier waarop er bijvoorbeeld in de didactiek wordt omgegaan met lezen. Nou, daar zijn ook veel onderzoeken naar gedaan over de manier waarop bijvoorbeeld het begrijpend lezen wordt aangeleerd. En er zijn sommige mensen... die wel de vraag stellen of er niet te veel teaching to the test is. Te veel wordt onderwezen op datgene wat er ook wordt getoetst. Maar er zijn ook veel aanwijzingen dat bijvoorbeeld het enthousiasme voor lezen... en de manier waarop lezen aandacht krijgt op de PABO's... dus bij de leerkrachten in het basisonderwijs... ook wel echt wel te wensen overlaat. Nou, er is een greep uit verschillende redenen... waarom dat leesniveau op die basisschool achteruit gaat. Maar En hoe halen we dat dan terug... Ja, weet je, er zijn denk ik een heleboel knoppen om aan te draaien. We hebben als Stichting Lezen en Schrijven met een groot aantal organisaties samen vanuit de Leescoalitie een noodklok geluid om te zeggen dat het lezen is zo ontzettend belangrijk. Daar moet echt wat aan gebeuren. En daar hebben we wel een aantal handreikingen gedaan. Ik zou ook echt niet durven zeggen dat ik daar precies het antwoord van weet. Ik weet wel heel veel over de gevolgen die het voor mensen individueel, maar ook voor de samenleving op lange termijn heeft als we daar niet iets aan doen. Maar om er toch iets over te zeggen, ik denk dat aandacht voor lezen op de PABO's ongelooflijk belangrijk is. En ik denk ook dat gewoon het structureel investeren in basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen op de basisschool. En het aantal uren dat daaraan besteed wordt en de kwaliteit van de manier waarop dat gedoseerd wordt echt omhoog moet. En we hebben natuurlijk nu het Nationaal Programma Onderwijs, waarin er in één keer, waar jarenlang om gevraagd is, toch een ontzettende financiële injectie in één keer gedaan kan worden. Om bijvoorbeeld echt de kwaliteit van die basisvaardigheden omhoog te helpen. Maar het is natuurlijk wel echt ontzettend belangrijk dat dat en structureel gebeurt. En dat dat niet een eenmalige investering is in een bepaald project. Maar goed, we weten ook, er is wel echt heel veel zorgen over het lerarentekort. Dus je kunt ook niet zomaar in één keer een heleboel nieuwe kwalitatieve docenten
uit een blik trekken die veel meer weten van hoe je het leesonderwijs op een goede manier aanpakt. Dus er zijn ook allerlei andere leesbevorderingsorganisaties die daar wellicht een rol in kunnen spelen. En een van de dingen die we bijvoorbeeld vanuit de Leescoalitie geopperd hebben, is natuurlijk dat de rol van het aanbieden van passende literatuur en het bijvoorbeeld door een bibliotheek op school te hebben en ook echt te investeren zodat leerlingen uiteindelijk echt de deur uitgaan met een boek dat bij ze past en dat dichtbij te organiseren, nou zou al iets zijn waar je wat mee kan. Maar wat ons betreft gaat het ook echt om gewoon een structurele investering. Dus zorg nou dat die leerkrachten en in het curriculum echt is opgenomen. Dat iedereen erkent dat basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen echt een voorwaarde zijn om je later in die samenleving te redden. Dus dat dat ook echt weer centraal zou moeten staan. Ja, want als we dat dus niet doen, krijgen we dus een samenleving die gewoon eigenlijk niet meer vooruit kan. En misschien wel zelfs voor een deel tot stilstand komt dan. Ja, kijk, volgens mij kan iedereen wel zien dat een goede taalvaardigheid hebben, ook als de samenleving ontzettend digitaliseert, echt een voorwaarde is om je te redden. Je hebt gewoon een goede algemene kennis nodig, maar ook echt taalvaardigheid om je weg te kunnen vinden in een steeds complexer wordende samenleving. En of het dan gaat om het lezen van formulieren of snappen hoe je een OV-chipkaart aan je fietsabonnement linkt of medicijnenbijsluiters kunnen lezen. Dat vraagt een goede taalvaardigheid, maar ook in een context van iets breders. Dat gaat dus over dat begrijpend lezen. En je ziet bijvoorbeeld dat in die laatste PISA-resultaten, je ziet dat de meeste, zeg maar 24% van de 15-jarigen eigenlijk niet in staat is om de kern uit een brief te halen. Nou, je zegt een organisatie die tot stilstand komt. Nou ja, in ieder geval een samenleving die in de kenniseconomie waarin we leven echt wel vertraging op gaat lopen. Als je dat niet, zeg maar, goed voor elkaar krijgen. Ja, dus dat is dus een belangrijke, misschien nog wel een nog belangrijke taak weggelegd voor die groepsleerkrachten in het kader van de preventie en het voorkomen ook van die laaggeletterdheid. En die moeten, laten ze ook die leerlingen ook stimuleren om lol te hebben in het lezen. Nou ja, dat helpt natuurlijk enorm, want het is toch ook een kwestie van kilometers maken. Maar je ziet dat die laaggeletterdheid op zoveel fronten uiteindelijk een rol speelt. Bijvoorbeeld ook, een van de zorgen die wij natuurlijk wel hebben, is dat die laaggeletterdheid nog steeds echt heel vaak overgaat van ouder op kind. Ja. En iedereen weet dat ouderbetrokkenheid een ontzettend belangrijke factor is om succesvol te zijn op school. Nou, laaggeletterde ouders hebben gewoon heel veel meer moeite om die betrokkenheid te hebben bij school, je te helpen met je huiswerk, dan niet laaggeletterde ouders. Nou, als je wil dat er gelijke kansen zijn en dat je je kinderen een succesvolle toekomst meegeeft, dan zou je dat ook echt voor iedereen willen. Ja, en je zegt ook, het is niet de verantwoordelijkheid van ouders, van leerlingen en van leerkrachten, maar eigenlijk als organisatie of als samenleving is een totaliteit. Hè? Bijvoorbeeld bedrijven of organisaties die schriftelijk communiceren, moeten zich af en toe ook nog eens achter hun oor krabben. Is het allemaal, kan het niet een slagje makkelijker, eenvoudiger en toegankelijker? Ja, nou ja, wij zien natuurlijk dat, kijk, als Stichting Lezen en Schrijven vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen, ook als je moeite hebt met lezen en schrijven. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel initiatieven om ook volwassenen te verleiden, ook op latere leeftijd, om dat lezen en schrijven je eigen te maken. En dat levert je gewoon als individu heel veel op. Ja, dus dat willen we, nou ja, zou ik zeggen, met stip op één stimuleren. Maar je kunt je natuurlijk niet onttrekken aan het feit dat zo ongelooflijk veel organisaties en dienstverlening in de samenleving momenteel zo ongelooflijk ingewikkeld is geworden. Heel veel mensen vinden het lastig om je DigiD en je belastingformulieren in te vullen. En denken dan bij zichzelf, nou, ik ben hoog opgeleid, ik vind mijn weg er nog wel in. Moet je voorstellen hoe dat is als je laaggeletterd bent? En dat is dus zo. En dat is natuurlijk ook iets waar wij ons proberen op te wijzen. Om die bewustwording over hoeveel mensen in Nederland er eigenlijk zijn die moeite hebben met de taal. Om dat ook te gebruiken. Als je jezelf dit realiseert, bedenk dan dat 1 op die 9 volwassenen gewoon moeite heeft met de taal. 2,5 miljoen, hè? 2,5 miljoen, ja. En dan rekenen we ook alle mensen mee die ouder zijn dan 65. Maar het zijn er 1,8 miljoen in de leeftijd van de beroepsbevolking. En dus tussen de 18 en de 65. Dat is gewoon een gigantisch aantal. En als je je dan realiseert dat er zoveel dienstverlening alleen nog maar digitaal gaat, waar je moeilijk klantcontact kan krijgen of waar je moeilijk terecht kan met een vraag, dan is dat inderdaad voor die hele grote groep laaggeletterden een ontzettende barrière om mee te kunnen doen. Dus dan wijzen wij daarop. Ja, zorg ervoor dat ook laaggeletterden begrijpen. Maar jullie wijzen daarop? Wordt er ook naar jullie geluisterd? En er wordt zeker naar ons geluisterd, gelukkig maar. Het kan altijd meer natuurlijk. Maar we hadden bijvoorbeeld rondom de coronamaatregelen
echt nadrukkelijk erop gewezen dat die grote persconferenties die de minister-president gaf om uit te leggen wat wel en wat niet mag, echt voor heel veel mensen niet te volgen zijn. En dan gaat het over het gebruik van moeilijke woorden, lange zinnen, maar ook het hoppen van het ene onderwerp naar het andere. Dus dan gaat het van onderwijs, wel of niet scholen open, naar gezondheid en cijfers, naar werkloosheid en regelingen. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de minister-president ook de persconferenties in eenvoudige taal mogelijk heeft gemaakt. En dat je op die website in een veel eenvoudiger opgezette structuur, met ook heel veel animaties erin, voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt wat die maatregelen zijn. Dus daar hebben ze wel goed naar ons geluisterd. En inmiddels ook een gebarentolk natuurlijk die andere mensen bedient. Ja. Zou je misschien ook nog meer in beeld moeten kunnen communiceren? Dus dat je woord en beeld elkaar nog meer laat versterken. We zijn natuurlijk heel visueel ingesteld tegenwoordig. Of is dat vloeken in de kerk bij jullie? Nee hoor, wij vinden dat je en moet doen. En ik denk dat het je niet moet onderschatten dat het voor je gevoel van zelfbewustzijn, want bij laaggeletterdheid speelt schaamte ook nog steeds een ontzettende rol. Hè? Ja. De power die het je geeft als je in staat bent om jezelf te ontwikkelen en je dingen, nieuwe dingen te leren, ook als je al volwassen bent, is echt heel erg groot. Dus dat staat voor ons natuurlijk toch een beetje verheffing. Heel hoog op de agenda. Maar als je het hebt, wij vinden natuurlijk ook dat je wel eerlijk moet zijn en dat de samenleving ook best wel ingewikkeld is. En daar kunnen dat soort hulpmiddelen, zoals veel meer met beeld gaan werken, of net zoals de vertaalfunctie op je telefoon bijvoorbeeld, is natuurlijk voor heel veel mensen een fantastische manier om zich toch te redden. En je kan misschien ook niet van iedereen verwachten dat je jezelf zo blijft leren en ontwikkelen als je al een enorme achterstand hebt opgelopen, dat je echt aan alles mee kunt doen. Dus iedereen heeft misschien wel behoefte aan dat soort hulpmiddelen. En dus ik denk dat beeld en ook film en videobellen ook voor veel lager net een fantastische uitkomst is. Maar je moet wel in de gelegenheid gesteld worden om dat te leren. En dat ook bij jou binnen te laten komen. Wat staat op jullie verlanglijstje voor de komende jaar? Nou, op ons verlanglijstje staat eigenlijk in het kader van waar we het hier natuurlijk wel op hebben, met stip op 1, dat er eigenlijk echt geen kind meer van school zou moeten mogen zonder voldoende taalvaardigheden. Dat is er eentje die met stip bovenaan gaat. Een tweede is dat wij echt vinden dat er voor volwassenen eigenlijk altijd een plek moet zijn, ergens in de buurt waar je aan de slag kunt met je basisvaardigheden. Dat is lezen, schrijven, rekenen, maar tegenwoordig ook echt digitaliseren. Dus dat is misschien de tweede. En het derde is dat we zien dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt en verwacht wordt aan omscholing en bijscholing om sterker uit die crisis te komen. Want we hebben straks iedereen nodig op de arbeidsmarkt. En dat wij vinden dat ook laagopgeleide en laaggeletterde mensen van mee zouden moeten kunnen profiteren. En dat ook basisvaardigheden bijvoorbeeld op de werkvloer veel meer aandacht zouden moeten krijgen. En daar gaan jullie in helpen en faciliteren? Ja, dat is absoluut onze rol. Hè. Wij zijn eigenlijk in alle arbeidsmarktregio's over het hele land vertegenwoordigd. En we helpen gemeenten om een aanpak van laaggeletterdheid voor elkaar te krijgen. En het leuke, maar tegelijkertijd het moeilijke van dat thema is dat je daar echt en bedrijven en de overheid en werkgevers, maar natuurlijk ook mensen zelf die stap moeten zetten. En die moeten soms wel een beetje verleid worden of over de streep getrokken worden om die schaamte achter zich te laten. Die heb je allemaal nodig om vooruit te komen. En daar heb je ook een lange adem voor nodig. En die hebben we gelukkig wel. Maar dat komt uiteindelijk goed, denk je? Ik denk eigenlijk dat er geen alternatief is. Dus wij blijven daar echt vrolijk mee doorgaan. Ja, ik denk wel dat we echt stappen kunnen zetten. Omdat volgens mij er een heel breed gevoel is dat die kansenongelijkheid en laaggeletterdheid speelt daar echt een enorme rol in. Dat die echt moet verbeteren. Omdat de kloof tussen mensen die wel en niet meekomen zo enorm is toegenomen. En laaggeletterdheid biedt, vind ik in ieder geval het mooie van een denkend perspectief, dat je altijd in staat bent om te leren en te ontwikkelen en daarmee toch stappen te zetten. Dank voor het gesprek. Een vaste rubriek in de podcast Luisteren over Lezen is de column van Helen Reijgaard over de toegevoegde waarde van samen lezen. Wat kan ik me ieder schooljaar weer verwonderen over het speciale proces dat leren lezen heet? Hoe elk kind in zijn of haar eigen tempo leert dat er tekentjes zijn die namen hebben en dat die tekentjes samen woorden vormen, dat deze woorden samen zinnen zijn en dat deze zinnen een heel nieuwe wereld voor je openen. En hoewel leren lezen iets persoonlijks is, is het tegelijkertijd een sociaal proces. Samen leer je meer en beter. Daarom staat er iedere dag een kwartier maatjes lezen op het rooster.
Elk duo heeft een fijn, ontspannen plekje in de klas. Dat kan op een kussentje, onder het bureau van de juf zijn of een grote poef waar je met gemak met z'n tweeën in kunt ploffen. Tijdens het maatjeslezen loop ik rond om een stukje mee te luisteren, kinderen feedback te geven op wat ze kunnen lezen en ook voor te doen en te vertellen wat er van je wordt verwacht op het moment dat je juist niet leest. De samenstelling van deze maatjes wissel ik per maand af. Soms hebben de leesmaatjes bewust hetzelfde leesniveau. Soms koppel ik juist een wat vlottere lezer aan een lezer waarvan het leesproces wat langzamer verloopt. Soms vorm ik leesmaatjes waarvan ik weet dat ze van dezelfde soorten boeken houden. En soms juist van kinderen met totaal verschillende leesvoorkeuren. En zo kwam het dat Jill Jesper wees op het knalroze paardenboek De Dappere Pony, waaraan hij zelf nooit een tel aandacht had geschonken. Jill kan zeer overtuigend zijn en had tegen Jesper gezegd: "Jij houdt toch zo van dieren? Nou dan." En dat was voldoende geweest om nu op twee kussentjes, met de ruggen tegen de verwarming, te lezen over pratende paarden en hun baasjes. En hoe verder Jill en Jesper in het boek zijn, hoe enthousiaster Jesper wordt. "Juf, weet je wat een draf betekent? En waarvoor een bitje is?" En de paarden praten ook met elkaar in het boek. In het begin moest ik steeds nadenken, praat er nou een kind of een paard, maar nu weet ik dat precies. Naast zelf lezen en maatjes lezen, lees ik ook iedere dag voor. Daarvoor mogen de kinderen steeds stemmen op een nieuw klassenboek. Ik selecteer zelf twee of drie boeken waarover ik iets vertel. Maar de kinderen mogen zelf ook boeken aandragen waarop kan worden gestemd. We hebben afgesproken dat je alleen boeken mag voordragen waarvan je denkt dat dit voor alle kinderen in de klas een leuk boek kan zijn om naar te luisteren. En dit keer heeft Jesper een boekidee. "Juf, ik heb een boek waarvan ik denk dat het een leuk boek is voor iedereen. De Dappere Pony. Je leert er veel van, het is grappig en best spannend. En alle kinderen houden van dieren, toch?" Ik hoor de overtuigende toon van Jill door zijn laatste opmerking heen. En ja hoor, veruit de meeste stemmen gaan naar dit boek. En nu wordt tijdens de lunch ook mijn woordenschat uitgebreid met begrippen als doorzitten en aanleunen. En als ik rondkijk tijdens het voorlezen en ik zie het tevreden gezicht van Jesper dat zijn boek wordt voorgelezen en ik zie zijn beste vriend naast hem genieten van dit roze paardenboek, verwonder ik me stiekem weer even over het proces van leren lezen. Een proces dat me iedere keer weer blijft verrassen. Helen, dat duo lezen en samenlezen, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Waarom het zo belangrijk is dat je gewoon ziet dat zien lezen doet lezen. Maar dat het ontzettend stimulerend werkt voor de kinderen. En het voordeel is dat de kinderen ook instructie en feedback van elkaar krijgen. Dus ze zijn allemaal echt aan het hun kennis aan het verbreden. Terwijl ik de lucht en de ruimte heb om rond te lopen en kinderen heel gericht feedback te geven op wat ik hoor en wat ik zie. Is het beter dan, zoals ik vroeger leerde lezen, dan het zogenaamde stillezen? Ja, omdat juist in groep 3 het ook heel belangrijk is om jezelf te horen lezen. En om gelijk feedback te krijgen op wat je aan het doen bent. Op het moment, je kan als een kind stil leest en een kind leest bijvoorbeeld elke keer de ui als een eu. Dan heb je daar geen enkele weet van als leerkracht. Maar op het moment dat een kind gelijk van een klasgenootje of van mij als leerkracht hoort: "Hey, let even op, dit is een ui en niet een eu." Ja, dat is ontzettend effectief gebleken. Dat soort directe feedback op het lezen. Nou zetten die roosters toch heel vol. En jij pleit ervoor om minimaal toch een kwartier per dag hier tijd en ruimte voor te reserveren. Want ja. dat levert op, zeg je. Ja, want eigenlijk is natuurlijk je doel in groep 3 dat alle kinderen lekker gaan lezen. Dus eigenlijk moet dat je eerste eis zijn wat je op je rooster zet. En als je een vast moment hebt, bijvoorbeeld na de lunch of meteen als de kinderen op school komen, dan wordt het ook een heel een rustmoment, een baken voor de kinderen, een herkenbare structuur, waardoor ze ook echt lekker tot diep lezen en tot lekker lezen komen. Ja, en leren ze nou ook van elkaar dan? Ja, absoluut. Ja, en het leuke is, omdat ik constant wissel met de type maatjes. Zoals dat Jesper ooit een roze boek zou pakken. Echt het klassieke meisjesboek, De Dappere Pony.
En hij komt dan ook nog eens op het idee om dat voor te dragen als klassenboek. Ja, dat was anders nooit gebeurd. Het mooie is ook dat kinderen ook weer anders kijken. Ik had misschien gedacht, oké, daar is Jesper, die houdt heel erg van techniek en robots, dus ik draag hem dit boek aan. En juist doordat hij nu gekoppeld was aan Jill, heeft hij zelf het gevoel dat het ook zijn ontdekking is dat dit roze paardenboek eigenlijk toch wel heel erg interessant is. En dat was mij nooit gelukt als volwassene. Dat zelf voorlezen van jou is natuurlijk ook belangrijk voor de kinderen. Want ja. Jij bent natuurlijk toch degene die dat goed kan en waar kinderen ook van kunnen leren. Ja, en tegelijkertijd leer ik ze ook hoe kies je nou een boek. Dus ik laat aan de kinderen 3 kaften zien of 3 boeken. En ik vertel heel kort, nou, dit boek gaat over een grappige meester, op deze gaat over een professor. En ik stimuleer ze ook om te gaan kiezen van waar ben ik nou het meest nieuwsgierig naar en ze te prikkelen. En dan mogen alle kinderen een blinde stem uitbrengen. Dus de kinderen worden dan niet gestuurd door dat kies mijn vriendje of dat is al het populairste boek. Dus ze leveren stiekem hun stem uit en dan gaan we, is echt zo'n moment met elkaar, dan gaan we al die kaartjes lezen. En dan komen we er samen achter van dit wordt ons nieuwe klassenboek. En dat maakt het ook weer spannend en de kinderen smullen daarvan. En dat zij ook zeggen als we gaan eten, juf, je moet nog wel lezen of doe je nog een hoofdstuk. Ja, dat is natuurlijk zo ontzettend waardevol voor het leren lezen. Ja, dat maatje lezen, houdt dat op bij de schooldeur? Of merk je ook dat leerlingen, als ze bijvoorbeeld bij elkaar thuis spelen of wat dan ook zijn, dat ze dat daar voortzetten? Ja, zeker. Want ik heb zelfs leerlingen die denken, mag ik een boek van school mee naar huis nemen, zodat ik ook in het weekend of in een vakantie tot lezen kan komen. Zo heb ik een jongen en die heeft net ontdekt dat hij deels Italiaanse roots heeft. Dus dat hij wat Italiaanse familie heeft en dat zijn tweede naam Italiaans is. En dat vond hij helemaal een hele interessante ontdekking. Dus hij wilde ook opeens ciao zeggen 's ochtends. En hij zat daar helemaal in. En ik weet ook dat die jongen heel erg gek is op geschiedenis. Dus hij stond een beetje weer een nieuw boek uit te kiezen. En ik keek met hem mee en ik zei, nou, ik heb echt het boek voor jou. Want het gaat over Romeinen en over Rome. Dat is de hoofdstad van Italië, dat weet jij natuurlijk wel. Ik denk echt dat dat een boek voor jou is. Nou, hij kon niet wachten om daarin te gaan lezen. Hij had helemaal het gevoel, dit is mijn boek. En hij zat er zo in dat hij op vrijdag vroeg van, juf, mag ik hem meenemen? Want ik moet weten hoe dit verder gaat. Dat is natuurlijk geweldig. Dan gaat het echt ook mee naar huis. En je hebt ook contact met ouders. Stimuleer je dan ook bijvoorbeeld dat maatjes lezen bij broertjes en zusjes of samen met vader of moeder? Ja, ik heb wel eens ook een ouder geadviseerd van een kind wat moeilijk tot lezen kwam, maar heel erg gek was op een moppenboek. Om het kind uit te nodigen om elke dag een mop te lezen. En dan de grappigste mop aan papa te vertellen als hij naar bed ging. Of op die manier is het voor ouders heel duidelijk wat hun rol is. En dat stimuleert natuurlijk ook heel erg als jij een mop leest, maar je mag hem daarna ook aan iemand voorlezen. Dat is natuurlijk, maakt het des te interessanter. Ja, jij spreekt met ieder kind af. Jij komt het schooljaar hier binnen en aan het eind van het schooljaar dan ben je in staat om te lezen. Ja. Ja. Lukt dat? Begrijpen ze dat? Ja, het mooie is natuurlijk dat je heel erg inspeelt op dat zelfvertrouwen. Van we gaan dit gewoon doen met z'n allen. Iedereen kan gewoon straks lezen, zodat het is iets natuurlijks, dat gaat gewoon gebeuren. Want kinderen moeten dit niet gaan zien als een hele hoge berg of een heel moeilijk proces wat hen misschien niet gaat lukken. Dus ik steek altijd heel erg in op dat zelfvertrouwen. En ook op eigenaarschap. Maar ook tegelijkertijd dat het een proces is wat we samen als groep gaan doen. Dus dat we elkaar daar ook bij helpen. En je ziet ook dat kinderen die juist wat sneller gaan in het leesproces ook ontzettend veel leren door een kind te coachen en te begeleiden bij wie het misschien wat moeizamer gaat. Dus het is ook iets van elkaar, met elkaar. Ja. Lezen is leuk, hè? Dat moet ook wel leuk worden. Er zit ook wel een beetje soms wat automatiseren bij. Er zijn wat corvée-onderdelen natuurlijk. Mm-hmm. Verhoogt dat dan de kwaliteit van het onderwijs uiteindelijk toch? Hè? Dat het de som der delen wordt? Ja, want het heeft elkaar nodig. Lezen wordt leuker als je goed kan lezen. En op het moment dat jij nog moeite hebt met 2 tekenklanken, dus wat een oe of een i of een ei is, of je verwisselt een ei in een i,
dan is het toch heel belangrijk dat je dat ook automatiseert en blijft herhalen en blijft aanbieden. En dat klinkt dan misschien snel een beetje ouderwets of is dat wel leuk. Maar je hebt dat nou eenmaal nodig om goed tot lezen te komen. Ja. Maar het is niet vrijblijvend. Uiteindelijk moet je toch een soort testje doen, hè, van hoe, wat voor niveau zijn ze dan. Ja. Ja. Dat blijft natuurlijk wel belangrijk. Ja, zeker. Maar het mooiste is als je het ook inzichtelijk maakt naar de kinderen toe. Dat je ook uitlegt, ik wil gewoon nu even zien waar jij nog instructie bij nodig hebt. Hoe het ervoor staat, hoe ik jou kan helpen. Dus toetsen moeten wel een meerwaarde hebben. Zodat jij de kinderen in jouw groep beter kan bedienen. En ze beter kan geven wat ze nodig hebben qua instructie. Ik geloof niet in toetsen om het toetsen. Maar toetsen zijn natuurlijk wel zinvol om even weer het overzicht te hebben van nou, waar staat mijn groep en wat hebben ze nu van mij nodig. Ja, ik wil eigenlijk afsluiten met een leestip van je noemde het boek De Dappere Pony. Ga ik zeker lezen. Maar heb je nog een ander boek waar je zegt, nou, dit is echt, ik zie dat kinderen dat goed oppakken, ermee aan de slag gaan en het lezen vooral leuk vinden? Ja, waar de kinderen echt van smullen zijn de toneelleesboekjes van de Lees, Lees, Lees-serie van Kluitman. Waarbij de kinderen er steeds een plaatje staat van een jongetje of een meisje, dubbele punt. En dan ontstaat er een soort gesprek. Ja, daar smullen ze van. Die is eigenlijk altijd bezet, dat boek. Dus die Lees, Lees, Lees-serie, de toneelleesboekjes, dat zouden mijn klas, mijn kinderen zouden dat ook adviseren, denk ik. Hé, waar gaat je volgende column over? Mijn volgende column, dat is een hele goede vraag. Nou, in ieder geval over boeken en over lezen en waarschijnlijk weer over een kind die mij verwondert in de klas. Kan niet wachten, tot de volgende keer. Dankjewel. Hiermee zijn we dan gekomen aan het einde van deze podcast. Wil je meer weten over de leesmethode actief leren lezen? Bezoek de website www.actiefleerlezen.nl of vraag een zichtzending aan via annemiek@actiefleerlezen.nl. In de andere podcast in deze reeks luister je onder andere naar gesprekken met Joyce Gubbels van het Expertisecentrum Nederlands, leesautoriteit Luc Koning en Evelien Aandekerk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.